thank you very much. Octodad is klaar. Dus we gaan nou kijken wat we kunnen gaan doen. Misschien een potje awesome uit of zo. Zou kunnen. Of Minecraft, of Limbo, of Guild Wars. Rift. Ja, ik ben even aan het kijken, Oxy. Ik weet niet zeker. We kunnen verder met Super Meat Boy. Is goed, Peetje. Ik ga proberen Rift te streamen. Ik wacht een helft tot ik ingelogd ben, voordat ik mijn stream aangooi. En misschien dat ik mijn resolutie iets lager moet doen. Want ik heb met WoW heb ik een probleem. Dat ik heel erg lag heb als ik probeer te streamen. Maar... Koning voeren. Als ik hem heb. Of... Ik weet niet of ik hem zelfs kan spelen op dit moment. Volgens mij is er een update geweest van de week. We gaan zien, we zullen het zien. Rift. Rift. Login. Oh wacht, natuurlijk, ik moet hem even zinken. Oh, had het er niet. Sync. Ik krijg hem niet meer ingevoegd. Er zijn problemen, zeg maar, met de Authenticator server. Omdat, hoe moet ik zeggen? Omdat het, zeg maar, van zomertijd naar wintertijd gegaan is. En al die Authenticators zijn gaan trippen. Omdat die staan, zeg maar, verbonden met de server. En... Nu zijn ze allemaal out of sync, omdat wij een uur achterlopen. Op de rest van de wereld nog maar. Of ja, op Amerika nog wel. Die komen volgens mij over een paar dagen, gaat pas de tijd erachteruit. Dus, wat hebben we nog meer? Ah ja, Super Meat Boy, waarom ook niet? Probeer even een level door te komen en die boss te slaan. En alles blijft weer gezellig hangen. Oh, wat een feest, oh, wat een feest. Super Meat Boy, komt ie aan. Dat is een beetje hard. Gehoorschade, mede mogelijk gemaakt door gamers met een hart. Dank u, dank u, dank u. Even kijken, statistics. We zijn in deze run al 280 keer dood gegaan. Fantastisch. Hoe, ik heb er zin in. Niet. Kuch, kuch, kuch. Wat vet. Wat vet. Wat vet. Word je baas. Oké, als de resolutie omlaag moet, geef een geel. Dat zal ik er doen. Ik wil even Dark World doen. Waarom? Het is nog geen 12 uur geweest. Oeh, de eerste bandage. Wat een feest.
Potjandorie. Gewoon erheen. Voor de A-grade natuurlijk, hè. En dan doet die A-knop het weer niet. Kijk eens naar wat. Wat zijn we lekker bezig! Wat zijn we toch goed bezig vandaag! Hij moet iets. En inderdaad, Rift is best wel erg zwaar spel. Maar het is wel vet. Zin in de uitbreiding. Nog om 2 weekjes en dan komt hij. Over 2 weken komt ook Black Ops 2. Ook weer leuk, hopelijk. Hopelijk niet zo slecht als Modern Warfare 3. Even kijken, even stream reloaden. En gaan jullie nog Black Ops halen? Black Ops 2. Of zijn jullie niet zo van die Call of Duty mensen? Precies, Treyarch for the win. Treyarch kicked Infinity Ward's ass. Dat deden ze al met World at War, dat deden ze al met Black Ops. Ik heb hem al gepreorderd. Omdat ik graag de zombie maps erbij wil. Zombies! Blech. Zombies zijn awesome. Dan ga ik iets heel raars vertellen. Ik heb heel vaak... Dat is echt bijna op een wekelijkse basis heb ik dromen over de zombie-apocalypse. De meest vage dingen die gebeuren. Ik heb wel eens gedroomd dat dat ik mijn moeder, die was een zombie geworden. Dat ik die onthoofd heb. Met een schep. Ik weet. Dat zeggen ze al jaren. Ik weet het. Als het nou weer schoonmoeder zou zijn, dat zou een ander verhaal zijn, maar... Ze zeggen altijd, je hebt een schoonmoeder om te stelen en die dieven maar niet komen. En je weet wat je moet doen als een schoonmoeder door de tuin heen kruipt, hè? Als je schoonmoeder door de tuin heen kruipt of waggelt, moet je gewoon nog een keer schieten. Volgens mij hebben we ook de Glitch World vrijgespeeld. Awesome! Maar ik snap eigenlijk niet waarom is er altijd zo'n haat richting schoonmoeders. Ik heb een schoonmoeder gehad, of mijn schoonmoeder, nu, zeg maar. Ook heb ik niet getrouwd, het is de moeder van mijn vriendin. Toch schoonmoeder, whatever. Heel erg aardig, alleen... Een beetje, af en toe een beetje een haat. Maar dat komt goed. Ooit komt het goed. Denk ik.
Gewoon nog een keer schieten, Rick. Oh. Ik was zeg maar met mijn ex. We hadden net een week. En ik werd al uitgenodigd voor het kerstmaal met de hele familie. Dat is ook een avontuur hoor. Ik ben zeg maar heel erg kieskeurig. Ik eet, ik lust geen vis. Ik ben heel erg kieskeurig met groenten. Heel ongezond, ik weet het. En dan zaten allemaal vis klaar staan en zo. En mijn nee schudden. En mijn nee schudden. Ik lust. Ja, schudden. Ja, lekker hoor. Lekker hoor. Om grote glas water naar binnen te gooien. Oh, dat is dan ook van die drama's. Mijn moeder er al over begint, of een hint ernaar maakt, dan word ik al misselijk, dan krijg ik eigenlijk al hoofdpijn. Wat die hel. Wat? We weten wel allemaal dat het nog niet na 12 uur is, hè? Oh man. Niet dat het mij maar maakt het niet uit of zo. Ik vind het alleen maar leuk. Maar het is ook gekomen op YouTube, hè, met zulke onderwerpen. Dit wordt allemaal wordt het geüpload. 20. Rick. Chat niet, alleen mijn stem en dit. Dus als ik zo meteen mezelf op YouTube zie, zeg ik hallo. Mijn slappige ouwe hoer. Echt, al die mensen die het op YouTube gaan zien, die denken echt, nou die jongen is gek. Die praat met zichzelf. Die lacht in zichzelf, die praat met zichzelf, die is niet wijs. Die moet een reality check. No shit. Oh, dit is zo vervelend. Oh. I know, right? Dit gaat echt niet goed.